De Federatie voor Afrikaans Renamang heeft vanmorgen een bloemenhulde gebracht bij het monument ter gedachtenis van de verzetstrijders Kodjo, Mentor en Present aan de Heiligenweg. Het is vandaag precies 188 jaar geleden dat deze vrijheidsstrijders op die locatie levend zijn verbrand. Ivan Wijngaarde, voorzitter van de federatie, zegt dat er in totaal 9 verzetstrijders waren die onder leiding van Kodjo stonden. De drie de toetrouwen naar Parapassé, de onthoofding en de voeding van de tapiki en de traumatisie, het lebaar op het voetbal. We memberen en we zien dat ik 7 jaar in de feting, een kiesje apprentice, die we kare voor de mensen naar present brengt. Peter Richelieu, voorzitter van Stichting Boni Nederland, vindt dat Surinamers bewuster moeten worden van hun geschiedenis. Hij zegt dat wie zijn verleden niet kent, zijn toekomst niet begrijpt. Morgen voer ik hier een avond af mee. Er is wetten opgelegd voor ons. Ja, we moeten maar doen ons aan. De trapbrada moet naar India. Alle de trapresie. De man dat hij bij mij doet, is niet. Maar wil ik blakken boeven met mij doen, niet. Maar, uiteen ik kom, wie naar secretaris, stap voor stap, wie op bereik wil komen. Stap voor stap, hoe de nieuwe traject, en dat traject zal daar, maar wat traject zal ook ja, boem kon die uno. We kies tegenwerken, en dat tegenwerken, dat moet stimuleren wie, lek blakken boeven, dat hij ons bemoeren vallen in al die. Dat was Peter Richelieu. Hij sprak vandaag bij het monument ter nagedachtenis van de verzetstrijders Kodjo, Mentor en Present. Op 26 januari 1833 werden deze vrijheidsstrijders levend verbrand aan de Heiligenweg.